Hallo, mijn naam is John en mijn urban craft is pyrografie en maquettebouw. 3 jaar terug ben ik op reis geweest met een paar vrienden naar de Pyreneeën en om me daar bezig te houden. Ik dat dus met een blokje hout en een simpel mesje ook iets in elkaar gestoken. Die vriend heeft dat dan eigenlijk, ja, dat is hem opgevallen en die zei dat van ja, ik heb thuis nog iets liggen dat ik een keer op een rommelmarkt gekocht heb. Je mag dat een keer in, jij dat wel mee kunt bezighouden. En dat is dus ja, dat pennetje, dat is dus een pyrograaf. Zolang dat je er een lijntje mee kunt branden, kun je er in principe volgens mij alles mee doen. Kun je inkleuren en al. Dus ja, in mijn situatie moet ik me soms ook behelpen met wat ik heb. Ik weet nog, in het begin in het ziekenhuis lag in mijn bed en je moest iets dat je niet aan kan. Wel, dan gebruik je wat je hebt. Dan pak je een lat of een stok of ik weet niet wat, om er toch maar bij te kunnen. En dat is met de hout zelfs. Het principe voor mij is, als je een blok hout hebt, en je hebt al het materiaal elektrisch dat je nodig hebt, kun je er ook iets super van maken. Maar het gaat misschien een half uur duren met een boordje en een dremeltje enzovoort. En ik ga het met een schaartje en een vijltje doen en ik ga er 100 uur over doen. Maar mij nog veel meer waarde. Ik ken het vooral voor tekening dat je even naartoe kan kijken. Op de kaf van Tostaans woordenboek, dat was een tekening met al ventjes overal die van alles deden. En goh, je kost er een jaar over doen voor die kaf te bekijken. Je ging altijd wel zeggen, maar kijk, hier staat er nog een ventje die dat aan het doen is. En zulke tekeningen wil ik doen. Een van mijn doelen is uiteindelijk, wil ik nog een keer echt een plank van 2x2 of zo echt vol zetten. Gewoon, ja, het moet meer zijn. Het moet een verhaal in zijn zelf. In een rolwagen zitten en respect krijgen is niet moeilijk uiteindelijk. Als je naar buiten komt met een smile en wat mensen nog respect hebben voor je, dat is zo. Maar dat is iets dat ik nog mee kan naar buiten komen, dat is echt zeggen van wauw, ik kan dat niet.